Het is totaal wat anders dan op de Vijverberg. Ja. Het is gewoon afval wat ze bij de Aver in die kliko's gooien, de mensen van hun tuin. In die groene bakken. En dat flikkeren ze hier neer. Maar nee, dat is gewoon compost. Hè. We denken hoe dat gaat stinken straks. Op de Vijverberg in Tiel is met ruige takkenrillen een soort speeltuin voor marterachtige roofdieren aangelegd. Maar die komen volgens de gemeente niet vanzelf. Tiel legt daarom een marterpad aan, waarbij de dieren vanaf Kelle via de Kanaalstraat naar de Vijverberg kunnen. De bewoners van deze straat wisten niet wat ze zagen toen het werk begon. Gisteren kwam ik thuis en toen zag ik deze berg voor de deur. En het stinkt. Het is heel onprettig. Het is een nagezicht als je vanuit je huis straks door de hele straat zo'n berg afval ziet liggen. Het voelt niet fijn. Het voelt alsof je toch al achteraf woont en de gemeente bedacht heeft van, nou leuk, we moeten een wezelpad maken, maar we gaan hier het afval dumpen. Want deze takkenrillen zijn verre van schoon. En het is de vraag of het wel geschikt is als marterpad. Er zit gewoon overal glas tussen. Ik denk niet dat ze hier doorheen komen. Het is zoveel aarde, er zitten paaltjes, er zit plastic tussen, er zit glas tussen. We hebben bielsen gezien, touw, coniferen. Nou, heel veel tuinafval, plastic wieltjes van fietsjes. Ja, en dat voor je deur. De gemeente kon niet op camera reageren en laat weten dat er nog geen klachten van bewoners bekend zijn. Al hebben ze wel gebeld. Hele palen! Ja, ja, ik heb de neiging om de kettingzaag te pakken en de paaltjes om te zagen. Zodat er niet verder gedumpt kan worden. Maar ja, dat is ook niet de oplossing. Hier, ja. Complete vogelhuisjes. Gewoon tuinafval. Flikker het gewoon terug, laat de gemeente maar op. Ja, daar ga je niet op ruimen hoor. De zotten, of niet?